Mijn gast is Angela Merkel. En Connie Palmen. En Els Borst. Maar ook prinses Beatrix. Maar er is ook vertier. Er is vermaak. Er is verstrooiing. En een special guest. Hoe heet ze? Prinsjescabaret. Nu al zin in. Leuk hoor, cabaret. Sanne Wallis de Vries heet ze. Ja, een vrouw met vele gezichten, maar bij mij kan ze gewoon lekker zichzelf zijn. Dames en heren, Sanne Wallis de Vries! Het blijft post-corona ingewikkeld, maar we gingen voor de knuffel. Ja, als jij zo doet, dan wil ik er alleen vliegen, snap je? Oh, ja. Nou, ik ben blij dat het ook vanuit jou kwam. wat leuk dat je er bent. Dank je. Je bent hier onder andere omdat je volgende week mee gaat doen aan... Het Prinsjescabaret. Ja, en is dat hetzelfde als de troonrede? Het is naar aanleiding van de troonrede. Althans, het is naar aanleiding van Prinsjesdag. En er is omheen een Prinsjesfestival. Dat is jaarlijks zo. Ja. En dan is er ook altijd Prinsjescabaret. Dat wordt elk jaar gedaan door Pieter Derks en Patrick Nederkoorn. En ik ben uw gast. Wat leuk, de hoofdgast. Ja, maar dat is een beetje dubieus, want ik ben de enige gast. Dus dan zou ik het gewoon ownen. Zeggen. Ja. Vanavond ben je ook de hoofdgast. Ja, het is goed met je. wat gaan jullie doen? Wat kunnen de mensen verwachten? Knijterharde satire, super cabaret, imitaties, liedjes. En heel erg gelieerd aan de miljoenennota en al die dingen. En ik ben dan dus eigenlijk ingehuurd voor de imitaties. Ah, want je gaat... Hoewel ik ook over Rutte ga praten. Oh, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Ja, ik ook eigenlijk. Oh, je weet nog niet wat je gaat zeggen. Ben je geëngageerd? Nou, ik ben het wel meer geworden. Ik was altijd een beetje zo meisjesachtig, kindachtig van dat het er saai uitziet en saai klinkt. En dat ik snel was afgeleid. Terwijl het toch natuurlijk over hele wezenlijke dingen hoort te gaan eigenlijk. Ja. En is er, want volgende week, de troonrede is volgende week, is nog niet uitgelekt. Maar is er beleid waar je op hoopt? Is er iets wat je hoopt dat de koning gaat zeggen waar we iets mee kunnen? Als we hem verstaan. Heb je moeite om hem te verstaan? Ja, hij mompelt een beetje. Ik heb gehoord dat hij dezelfde logopedist heeft als Joe Biden. Ah, het verklaart een hoop. Dat zou een hoop, ja. Ja. ik hoop eigenlijk op dat een heleboel dingen andersom gaan. Dus dat alles wat nu de soep in loopt steeds... Dus onderwijs, kunst en cultuur... dat kunst en cultuur, daar is heel veel geld naartoe gaan. Dat mag niet meer over zeuren, dat doe ik niet. Nee. Onderwijs, zorg, wat zou het asielopvang... wat zou het fijn zijn als naar die gebieden... Nee, Rutte zegt steeds, het is een waanzinnig gaaf land. Blijft hij maar zeggen. Terwijl er een heleboel echte soep in draait. En blijf lachen. Ik zou het fijn vinden als een keer naar die onderste... naar die bouwstenen van de maatschappij... als daar wat meer naartoe ging. Ik zou het heel logisch vinden. Hoe kun je een land waanzinnig gaaf noemen als het daar misgaat? Ja. Eigenlijk ben je gewoon voor een soort inverse beleid. Van alles wat hij vindt, moeten ze eigenlijk tegenovergestelde uitvoeren. En dan komt het is heel handig aan Rutte dat alles wat hij zegt... moet je gewoon exact het tegenovergestelde doen. Dat is eigenlijk hoe je het zou moeten doen. Wat slim, zeg. En dan mag hij ook andersom weg. Ja. En ik vind het moeilijk om te zeggen, want hij is inmiddels naar mijn voorstelling geweest. Oh, echt? En toen zei hij, ik heb enorm gelachen. Nou, we hebben staan borrelijk, ook gehukt, net als met jou. En zo doe ik eigenlijk met iedereen, ook met onbekende mensen ook. Ja. Maar ook met Rutte. Ja. Dus nou vind ik het ook moeilijk om kritiek op hem te hebben. Maar ik heb wel bedacht, van hij heeft enorm om mij gelachen. En ik heb zijn beleid eens bekeken en daar heb ik ook enorm om gelachen. Dus, daar ga ik dan heb je thuis veel over? Wat voor gezin heb jij? Ik weet eigenlijk niet. wat zit er thuis bij jou aan tafel? Als je dat wil delen. Oh, ik ben meteen moe als je het vraagt. Dan hoop ik niet dat er alleen maar één man zit eigenlijk. Maar... Nee, ik heb een echtgenoot. Ja? Een echtgenoot van 11 jaar ouder dan ik. Dus die is 43. En ik heb twee puberdochters. Eentje is net 14 en de ander wordt volgende week 18. Oké, en gaat het daar ook over politiek? Ja, eigenlijk wel, ja. Dat vind ik wel grappig. Dat ze eigenlijk, die volgende generatie zijn veel... Ik vind ze veel mondiger dan ik was. Toen ik hun leeftijd had of daartussenin zat ik een beetje achter mijn haar... zo te wachten tot ik weg kon, eigenlijk. Ja. En dan ging ik allemaal heel vage dingen doen met vrienden. En zij zijn heel erg... Ze weten van alles. Ze weten namen van politici en zo. Vind ik heel leuk. Wat leuk. Ze zijn heel bezig volgende met alle dingen. Heb je een cadeau? Nee, maar ik... Als jij dit vraagt, dan denk ik... Ik heb beloofd toen ik... Nou, ik zal het niet meer zeggen, toen ik 50 werd, oké. Ja.
En toen zei ze, zullen wij een keer samen een jonko klappen? Wauw. En toen heb ik ja gezegd, want ik vond het zo grappig. Ik was opgelucht dat ze überhaupt iets met mij wilde doen. Ik dacht, het maakt me niet uit wat. Ik vind het leuk dat ze tegen me praten. Dan gaan we een jonko klappen. Ja, dan gaan we samen een jonko klappen. En het is er niet, ik doe meteen dit ook. Ja. En dat is er niet van gekomen toen. Het was toen heel erg midden in corona. En ik wilde het wel, ja, ik weet niet, het kwam er niet van. Maar nu zegt ze, als ik 18 word, gaan wij samen die jonko klappen. Oh. En toen zei ik, ja, maar ik wil echt, jongen, ik moet de volgende dag vrij hebben. Ik weet je, ik weet niet hoe het gaat gaan. En we moeten een telefoonnummer hebben van iemand die we kunnen bellen, weet je wel. Ik heb dat al zo lang niet meer gedaan. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Nou. En toen zei ze, nou, weet je, zeg maar als je eraan toe bent, het is al in huis, zei ze toen. Oké, goed, ja. Dus jij denkt dat ze het voor het eerst gaat doen? Nee, ik denk dat zij het al vaak heeft gedaan. Maar, Maar ze gaat voor het eerst met jou een jonko. Nou, wel met jou doen, een jonko klap. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Doe je verslag van hoe het gaat? Ja, ik zal het op Instagram zetten. Oh, heel leuk. Dan gaan we wel kijken. Instagram. En je bent ook iets voor het Prinsjes Cabaret komt eraan. Je bent ook langer termijn plannen aan het maken. Voor deze kerst ben je iets aan het maken? Voor de Kleine Comedie mag ik een kerstvoorstelling maken. Wat ik heel leuk vind. Dat ben ik al aan het schrijven. Het wordt echt een topcast. Topmuziek. Nummers van Diana Ross en een vleugje Dickens komt erin. En ik wil ook gaan promoten dat Diana Ross gewoon de nieuwe kerstman wordt. Ik vind dat het echt tijd wordt voor een nieuwe kerstman. Ze kan dat haar samen pakken onder haar kin en dan heb je zo'n... het wordt gewoon een heel bonte ding. Kleine komedie. Dat mag ik niet zeggen trouwens. Maar de kaartverkoop begint binnenkort. Je mag het wel zeggen, maar ik bliep het gewoon weg. Zeg het nog eens. Okay. De kaartverkoop begint binnenkort. Nee, dat... ik heb in ieder geval nu al zin gekregen in kerst. En in volgende week. Dankjewel, Sanne. En ik heb het idee dat we de kerst wel doorkomen hiermee. Geen winterdepressies voor ons. Dankjewel voor het komen. Sanne Wallis de Vries, dames en heren. En jullie bedankt voor het komen. En jullie bedankt voor het kijken. Dit was de avond. Op naar de morgen. Hoi. Dankjewel. Gefeliciteerd! Je bent de eerste persoon die helemaal tot het einde kijkt. Wat? Ja. Als beloning kun je als allereerste een extra video vinden op NPO Start.